Wij zitten op de Mermaid, richting Klein Curaçao. We zitten op open water, dus het golft en het gaat aardig heen en weer. Als je over dek loopt, het is net alsof je bezopen bent. Wij gaan richting Klein Curaçao. We liggen, hangen, zitten, noemen we maar op, op Klein Curaçao. We zijn net een kwartiertje geleden hier binnengekomen, aangekomen. Nou, ongeveer 2 uur varen. De zee was behoorlijk ruig. Ik heb verder ook niet op het voordek gestaan, want dan word je gewoon zeikersnat. En dat is dan niet zo erg, maar als je dan de kamer bij je hebt, is dat wat minder. Ik laat even het uitzicht zien wat wij zien. Blauwe zee. Dat is de boot waarmee we zijn gekomen. En op de achtergrond. Ik zal even kijken of we dat kunnen zien. Dicht Curaçao. Zoals je ziet is het mooi weer. Het leek er vanmorgen even op dat er nog wat regen zou komen, maar ja, dat verwaart die wel volgens mij. Het strand, wat ik ook een keer vermeld heb, is gewoon wit. Ja, het is een bouwtje eiland. Dus hier blijven wij in ieder geval tot, wat ik heb begrepen, 3:15. Dan vertrekken wij weer richting Curaçao. Want tot die tijd gaan wij hier even genieten, snorkelen en uiteraard aan de andere kant het eiland ook even bekijken. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? We gaan gewoon genieten. Ons beiden. Het begon hier inderdaad met een ontbijt, keurig verzorgd. Tussenmiddag is er allerlei vlees en salades. Het begint om 12:30. En daarna, wat overblijft, dat voelen we aan de visjes. En daar mag je dan ook weer bij wezen. Er moeten dan weer heel veel visjes op afkomen, dus dat ga ik zeker weer op film zetten. We hebben de zee even achter ons gelaten. Het is nog vroeg. Onvoorstelbaar, ook in de zon, maar toch regen. Maar ik hoor een uur, want ik zie helemaal geen donkere wolken. Wij gaan even naar de andere kant van het eiland. En het eerste wat we daar tegenkomen is de vuurtoren. Die gaan we even bekijken. Ik sta hier in de vuurtoren. Wat een helse klim. Het is ook niet zo ontzettend. Het uitzicht hier is mooi. Even de andere kant. Helemaal naar boven kan niet. Want zoals je ziet, is allemaal dichtgetimmerd. Ik ga weer naar beneden toe en dan gaan we naar de noordzijde van Klein Curaçao.
En ja, daar ligt dus dat schip. En leuk je uiteraard ook zien. Ik ga naar beneden. Wij hebben de vuurtoren weer achter ons gelaten. En we gaan nog verder die kant op. Want daar ligt dat bekende schip. Wat hier gestrand is. En als ik me niet vergis was het in 1983. Jullie zullen zo zien wat er nog van over is. Ik weet niet waar de stem het beste klinkt. Of tegen de wind in. Of met de wind mee. Daarom praten we wat harder. Hier ligt dus het schip waar ik het over had. En die laat ik zonder mijn geluid nog even zien. De plezierjacht hier voor mij, nu achter mij, heeft de natuurgeweld ook niet overleefd en is hij ook al aangespoeld. Die lag er 3 jaar terug ook al, maar ja, dat wordt niet opgeruimd. Zoals je verder hier op het strand ziet, dat laat ik jullie even zien. Spoelt ook van alles aan, boomstammen. Ina, oh nee, die was bij mij. Maar dus ook schepen. Of de bemanning het heeft gered, dat weet ik niet. Die hebben we ook nog wel op kunnen vinden. En dat geldt ook voor die andere boot. Die. Het zou ongetwijfeld goed afgelopen zijn, alleen ja, die jacht is naar de Filistijnen. Bij, we pakken de terugweg terug naar het zand om daar nodige dingen te gaan beleven onder water, boven water. Het is hier al heerlijk warm, gelukkig wel, want ja, voor hetzelfde is het wel bewolkt en dan wordt zo'n reis ook afgelast. Wij gaan weer teruglopen en genieten. Klein Curaçao waar we nog steeds zijn. En ik sta nu met mijn voeten in het water en het is hier ja, heerlijk warm. En we hebben net zeeschildpadden gezien, 2 stuks. Dat was een geweldig gezicht, die heb ik uiteraard ook een film staan met de GoPro. Dus ja, dat is geweldig. Zo blauw is een strand voor mij, of een zee, eigenlijk nergens. Oepsie. En zo wit is een strand ook nergens. Genoeg vrouw de Schone hier al. Ik kijk hoog uit. Ja, dat is heel gezond om daarna te kijken. We gaan verder genieten. Achter mij zie je nog meer contouren van Curaçao. Een eentje verderop zie je van die silo's, weet ik veel wat het zijn. Om een uitgestorven stukje industrie. Wij moeten daar nog voorbij en dan gaan wij uiteindelijk rechtsaf de Spanish Waters in. Want daar ligt de Mermaid aangeleid. Het was de terugreis. Viel reuze mee. Dat was een beetje zo, omdat je met de golf meegaat.
heenreis kon je hier eigenlijk voor niet op dek staan. In ieder geval niet met fotofilmapparatuur. Dan werd het zeikers nat. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Een beetje donkere wolken boven Curaçao. Stelt niet veel voor. Hetzelfde geld drijft er gewoon over. Het is wel zo, hoe verder je naar het westen gaat van Curaçao, hoe minder kans op regen. Maar deze vakantie, het regen wat we hebben gehad, mag echt geen naam hebben. Toch even een zicht op de kapitein van het schip. Die zit erboven, heel relaxed. De passagiers hier. Nou, je kan dus beneden dicht zitten. En je kan ook achter de kapitein gaan zitten. Ik weet niet hoeveel mensen erop zitten op deze boot op dit moment. Ik vond het wel aardig druk. Wij naderen dus ons eindpunt. Ik denk half uurtje. Ik weet niet veel. Maakt er niet zoveel uit. Wij genieten in ieder geval. Daar kun je mooi zien het verschil tussen heel diep en minder diep. Een punt waar dus de zee dus niet zo diep is, is het water heel lichtblauw, zoals je kan zien. En waar het wat donkerblauw is, wil niet zeggen dat het niet helder is. Dat is zeker wel, ik ben er niet in geweest. En alleen in de diepe trekt me ook niet echt. Maar ja, daar heb je dus echt die verschillen van kleuren, van heel lichtblauw. Het turquoiseblauw, nou wat we ook op Grand Curaçao hebben gezien, en het donkerblauwe. De zee is ongetwijfeld ruw, denk ik niet, niet extreem. Nou, omdat wij met de wind meevaren, kan je hier gewoon rustig staan, zonder je echt vast te houden. Ina die zit gewoon op een bankje, even te praten met iemand die ze tegenkwam. En verder is het rustig. We zijn bijna de gebouwen die je daar ziet. Daar gaan wij rechtsaf en dan zijn we er ook alweer. Het was weer in één woord geweldig, maar dat heb ik al veel vaker gezegd. Tot zo. Ja, ik zit weer voor op dek. En komt hier een van de crewmembers van de Mermaid. Hij zegt, geef je een seintje. En dan gaat de hoorn van de Mermaid even blazen. En waarom is dat? Omdat zij goed hier altijd een stel mensen. Ik weet niet waar die mensen wonen. Maar dat zal ongetwijfeld hoorbaar zijn. Zodra hij zegt dat hij een seintje geeft, dan zet ik mijn camera weer aan. Nou, het is nou zover. Hij laat nu alweer blij. Ja. Sinterklaas is in aantocht. Beetje vroeg dit jaar. Kijk eens even aan.